Hallo beste kringloopbezoekers en welkom bij mijn rubriek Stof op de Naald. Nou, voor vandaag even weer een snel filmpje. Want ik heb vorige week, net voor de lockdown, heb ik nog iets aangeschaft wat bij ons is binnengekomen. En ik dacht van, is wel leuk om met jullie te delen. Jullie weten, ik ben creatief bezig in het atelier met ruimtelijk werk, maar ook thuis met muziek probeer ik zo goed en zo kwaad als het kan dus het een en ander te maken. Hebben jullie vorige keer ook weer een voorbeeldje van kunnen horen. En ik heb ook dit keer heb ik weer iets gemaakt met dus een nieuw speeltje wat bij ons is aangekomen. Het gaat hier om een synthesizer keyboard van JVC, de KB700. En dat is een beetje apart ding, maar ook voor een leek zoals ik aardig leuk en grappig om mee te spelen. Dus met vrij weinig kennis kan je al best wel leuke dingen hiermee doen. En dat is voor zo'n type als ik natuurlijk ideaal. En het is ook weer een niet alledaags object wat bij ons binnenstroomt. Hij is vrij zwaar. Het geluid is buitengewoon goed voor wat het is. Dus ik laat jullie even in het kort zien wat hij allemaal kan en wat ik ermee ga doen. Het is een leuk vintage apparaat uit de jaren 80. Sterker nog, hij komt uit 1982, dus hij is net zo oud als ik. Dus dat je dan een paar mankementen hebt, vooruit, dat kan tegen die tijd. Dus ik zou zeggen, laten we snel gaan kijken. En dit is hem dan in al zijn jaren 80 glorie. Zoals je ziet is het een wit keyboard. Maar je ziet misschien daarachter, achter dat glas, of plastic in dit geval, een lampje branden. Daar zit dus de klep. En als ik die klep open, dan komt er een heel scala aan knopjes vrij. En dit scala aan knopjes is hetgene wat het apparaat juist weer zo leuk maakt. Ook voor de toevallige passant zoals ik. Mocht je wat gemauw horen, hi Poes. De Poes die wil graag ook weer op de video. Maar laten we beginnen met hem aan te zetten. Dat doen we door middel van de rode knop. En dan is het even kijken naar waar de volume zit. Volume zit daar. Poes. Poes. Ja, ik probeer even wat filmpje te schieten, Poes. En zoals je hoort, die doet het niet. Die doet het af en toe. De B doet het niet. De C ook niet. Dus het meeste doet het. Van de lage tonen doet de boel het sowieso. Maar hier dus jammer genoeg niet. Maar een collega van me die heeft gezegd dat hij er nog wel even naar wil kijken. Dus we zullen zien. Het is ook een van de redenen dat ik dit ding überhaupt heb staan. Omdat hij daardoor een stuk goedkoper werd. Dus omdat er wat aan mankeert. En we hebben hier dus de tonen, die kan je hier weer veranderen. We hebben nu het orgel. We kunnen hem ook op piano zetten. En of string ensemble. Je krijgt een beetje het idee. Ik zal hem weer op orgel zetten. En hier zien we dus dingen staan als de bass control. En hoe hard de boel dus is. Misschien ook verschillende maatstaven. We zien hier tremolo en orchestral sustain. En we hebben hier een aantal loops. Ik weet niet precies hoe je zoiets noemt. Ik ben niet een hele grote kenner van synthesizers. Maar dus knopjes om verschillende muzieksoorten. Je ziet al disco, bossa nova, samba, reggae, rock, etc. En daarboven zien we weer een aantal schuifknopjes met ritme, bas, etc. Dus dit valt te verschuiven. En dat heeft te maken met waarom ik het apparaat heb meegenomen. En hier zien we al One Finger Normal. Hier kan je dus ook nog weer allemaal instellingen van hoe de toetsindeling is. Dit knopje dat verandert bijvoorbeeld weer de maat. Dus dan kan je hem sneller of langzamer laten lopen. En dit zijn gewoon speeltoetsen zoals je hoort. Maar het leuke hierin zit hem in dit. Zoals je al hoort, dan komt er in één keer een drumloop en die blijft net zo lang doorgaan als dat ik de toetsen indruk. En je hoort er ook wat andere zaken bij. Dat is dit. Dus dit is bijvoorbeeld de autoritme, is de automatische ritme. Als ik al deze knopjes dan uitzet, dan heb ik dus alleen de kale droge beat. Maar
schuif ik een knopje er weer bij. Dan hebben we in één keer een basloopje erbij. En het leuke is, dat basloopje kan je dan ook nog weer veranderen. Als ik bijvoorbeeld op de, in plaats van 1 hier op 2 druk. Nou, dan heb je dus weer een andere ritme van de baspartij. Etcetera. En des te meer dingen ik erbij gooi, dan krijg je dus, nou ja, aanvullende instrumenten, de toetsen erbij, dan hebben we nog weer iets erbij. En zo heb je dus voor jezelf tot aan, ja, dus hij houdt op hier bij de F. Dus met alleen al deze knoppen, gewoon een heel klein stukje van het speelbord, kan je dus in feite je eigen remix maken. Dus dan kan je... Ik moest dat even met één vinger doen. Volgende. Nou, jullie hebben het idee wel door, lijkt me zo. Dus hiermee kan je vrij simpel, zonder al te veel kennis, kan je hier dus een discodeuntje of iets dergelijks mee instellen. Ik ben dus nog niet zo handig met de toetsen. Ook nog wat minder belangrijk momenteel, omdat het niet goed werkt. Maar met dit zijn er natuurlijk wel weer een aantal mogelijkheden om weer muziek te maken. En wat ik al zei, het leuke van dit apparaat vind ik ook. Ik vind hem esthetisch gezien vind ik hem heel erg prettig. Maar er zit ook behoorlijk volume in als ik hem helemaal openzet. Nou, ik heb nog niet veel keyboards met, buitenspeakers zo hard en zo strak de bas horen doen. Dus dat is erg leuk. En ik ga dus ook weer hier een beetje mee pingelen om te kijken wat ik er zo al mee kan. En ga ik pingelen? Dat heb ik in feite al gedaan. Ik heb een avondje ben ik ervoor gaan zitten en gewoon gekeken wat ik ermee kon. Dus even een klein voorbeeldje. En daar had ik dus al vrij snel een prettige disco beat, laten we het maar even noemen, te pakken. Dus ik ben er wat verder op ingegaan. Ik heb er nog wat andere instrumenten bij gedaan. Of eigenlijk één instrument. En ik heb er wat overheen gezongen. En daar zullen jullie zo meteen dus het resultaat van horen. Ik zal nog even alle desbetreffende knopjes laten zien. Het gaat hier dus om de JVC KB700. En JVC, ja, dat is een merk dat zou je niet meteen associëren met keyboards of synthesizers, natuurlijk. En ze hebben ook niet zo gekke veel gemaakt. Dus dit is ook nog best wel een interessant dingetje wat voor de verzamelaarsmarkt betreft. Omdat het dus een apart model is. En deze heeft dus zijn euvels, maar hopelijk kunnen we hem weer fixen. Dat was dus de KB700 van JVC. Leuk ding! En ik denk dat ik hier nog wel veel plezier mee ga beleven. En ik hoop dus dat de toetsen nog gemaakt kunnen worden. Zo niet, kan ik er nog steeds een poos mee vermaken, lijkt me zo. En wat ik al zei, ik heb er een nummer mee gemaakt. En het vorige nummer wat ik heb gemaakt had ik jullie vorige keer laten horen. Een mix van Suicide en Elvis. Ik ben wel een beetje op de Elvis tour de laatste tijd. Dus met het stukje wat jullie me zo net hebben zien spelen. Heb ik weer een cover van Elvis gemaakt, maar dan op mijn eigen wijze. Het is nou dus een beetje een disco versie geworden van Teddy Bear van Elvis Presley. Dus voor degene die het leuk vindt om dat te kijken, staat weer na het filmpje. Voor nu is het weer genoeg voor vandaag. Ik zou zeggen, vind je het leuk wat we hier doen op social media, dan please like en subscribe. Volg natuurlijk ook de kringloop op Facebook. Is genomen niet om lekker te komen winkelen bij ons in de Ammerstraat nummer 3, als het weer mag. Je kan bestellen, je kan ons bellen en vragen als je een salontafel nodig hebt, kan je hem ophalen bijvoorbeeld. Online hebben we nog steeds wat dingen te kopen. Als dit wat langer duurt, wordt dat misschien ook weer wat uitgebreider. Maar ja, dat ligt er dus even aan wat de tijd brengt. Dus hou de website in de gaten, hou Facebook in de gaten. Daar houden we jullie op de hoogte.
En vergeet ook niet je spullen te brengen aan Oslokade nummer 1. Die is, nummer 1 mag ik niet meer zeggen, aan Oslokade. Jullie weten wel waar, bij de recycling. En daar kunnen jullie nog steeds de spulletjes heen brengen. Dus dat is nog steeds geen probleem. Ik zit op een toets. Ik schrok ervan. dat was alle info voor vandaag. Ik zou zeggen hartelijk dank voor het kijken en tot de volgende keer. Cheerio. Tigers play.